This is for your name ass niggas. Ik blijf klimmen naar de top als Spider-Man. Hele goedemorgen kijkers en welkom bij de Day of the Facts van Quattro by Facts. Vandaag staat er een hele grote vlog op jullie te wachten en dat is smoor verliefd op Vonneke Bonneke. Er is de afgelopen paar 7 dagen een hele heisa gekomen op Vonneke Bonneke dat ik haar de liefde heb verklaard via de Fano Late Life. Maar ze wou niet horen. Nu zeg ik het gewoon publiekelijk. Vonneke, ik hou van je. En 16 februari ben jij van mij. Ik moet ook een paar dingen halen deze dag. En dat is een heel lijstje. Ik noem even dat lijstje op. Dat zou moeten zijn 1. Lefish kopen voor het feest. 2. Een t-shirtje bedrukken. Maar ik ga niet zeggen wat voor t-shirt. 3. Even naar de kapper gaan. Maar mijn koep is een beetje niet fris. Dus daarom heb ik een pet op. En 4. Een rozen kopen. Ik denk wel wat jullie denken met die rozen. Maar ik ga me snel even aankleden, douchen, bla bla bla, tanden poetsen, eten en dan ga ik naar buiten en dan ga ik naar mijn eerste checkpoint. Ja, toch? Dus blijf kijken. Good morning all, ik ben bij mijn eerste checkpoint aangekomen. Ja, toch? Beauty by Gaby. Ze is daar achter in dat gebouw, ja, toch? Ik kan jullie niet meenemen naar binnen, want er is een nieuwe regel van je mag niet meer filmen binnen. Dat vind ik wel raar, maar ja, het zij het zo. Natuurlijk ben ik mijn baby girl, mijn big girl, brengt me overal naartoe. Ze is er ook gewoon weer, dus we gaan nu naar binnen, want mijn koep is een beetje vies, isabi toch? Dus let's get it. Hai, dadelijk schatje. Jullie zien het, die koep is fresh. Helemaal fresh. Helemaal scherp. Ja man, zo scherp dat je erop kan rijden man. Ik ga nu snel terug naar Kraaien, want we moeten die duivelse drank gaan kopen voor zou wifey goedkeuren. Dus dadelijk. Keren tijden in mijn zak had ik maar 4 donnies. Aan het rennen in de wijk, ik had police om me. Ja, we zijn nu snel door Kraaien hier toch. We gaan nu naar binnen, we gaan even die lavish buyen. Want ik heb zin in lavish deze dagen. Ine. Mine, mutte, 10 pond, grutte, 10 pond, kaas, ine, mine, mutte is de baas. Wat is deze? Jij dit man, ik neem gewoon 3 van deze, weet je toch? Ja man, ga even afrekenen, hey, shit, ik vergeet er eentje. Yes, let's get it, we gaan afrekenen, ja man, grauw. Ja, we hebben die lefish net afgerekend. Het staat daar zo, 3 stuks lefish. Laten we het even in de tas stoppen. Even kijken hoor. Zo. En op naar de next stop, want we moeten nog een paar dingen doen vandaag. Ai, we zijn op onze derde checkpoint, je toch? Pinteretta Amsterdam, je toch? Ik ga even snel wat ophalen hier. We gaan snel naar binnen. Kom, let go. Ja, ik ben binnen, kijkers. Ik ben er. En hij staat ready. Quattro by Facts. Shout-out naar Pinteretta voor deze. Hey, ik haal altijd mijn shirtjes. Als jullie shirtjes nodig hebben, ga naar hun toe. Hun fixen alles. Power, flex, alles. Ai, maar we moeten nu afrekenen. Want, toch? Die dingen kosten ook geld. All of my niggas and bitches, we're dripping in ladies, we're doing it right. But bitches die dragen Chanel bags, my niggas die drippen in ice. Ja, we staan nu in de bloemisten hier, weer toch in de poort. Deze meneer heeft wat voor me geregeld. Meneer, ja. Bedankt voor het regelen, heer toch? Graag gedaan, jongen. En we gaan binnenkort zien wat we gaan halen, want deze man is de plak. Ai, we zijn nu ergens poel op in Damsko, heer toch? En hier staat de plak, je weet toch? Dimmy Donny, grauw. Shout out deze nigga, man. Deze nigga gaat gekke shit doen, zal hij even goedkeuren. Heer toch, als je er vanavond bij bent, ben je lid. En anders ga je bij een andere editie komen. Deze moet je eigenlijk wel checken, want deze man gaat gekke shit doen, man. En jullie zien het, ik heb iets in mijn anus, maar ik moet het even aan de plak geven, want als we zo binnenkomen, gaat kwaad gaan. Dus we moeten undercover blijven. Dus Dimi, kijk hier, ik ga je deze bloemen geven allemaal. Klem. Heb je ze? Ja. Ah, safe. Oh, dit. Ja man, Chardonnay, ja man, Dimi Donny man, grauw. Man, gaat lukken. We gaan sowieso laten lukken. Bro, je bent een echte Rotterdammer toch? Ja, weet ik het niet toch? Hij weet dat.
Ik wacht echt van jou, wat Jeven. Wat zei je? Viel weg, man. Ik wacht echt van jou, jongen. Echt waar. Gadverdamme. Ja, jongen. Waarom? Soms ben je toch zo'n kutgast, jongen. Wat dan? Soms ben je toch zo'n kutgast, jongen. Nee, je vast is weg, man. Ja, hey, fuck die shit. Fuck deze Insta-story. Ja. Ik zie je vanavond. Is goed, dat is paar. Lobby, bro. Rustig. Oh, slaffertjes. Dit gaat kwaad, gaan die oudjes ready, je toch? Al die boys zijn ready, we zijn bij Capella aan de IJssel. Bijna bij Club Blue. Al die boys zijn ready, Atlas to the madness. Vonneke, als je dit ziet, dit gaat kwaad gaan. En toen we bij Blue aankwamen, kwamen we de enige echte plak tegen die ons binnenliet. En vervolgens was het showtime. Ik heb genoten. Ik heb die rozen gegeven. Visser was lid. Alles was te gaande deze dag. Wauw! Maar weet je wat ook gaande is? Dat jullie gaan abonneren op het YouTube-kanaal van Quattro by Fex die hieronder staat. Drukken, 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 drukken. En binnenkort komt weer een movie. Ik ben kapot. Ik ga nu slapen. En dan zien jullie next time. Ciao, Quater!